De drie meisjes. De drie meisjes. Net te vroeg. Ja. Wow. Nou, dat ging net goed. Zo, zijn we een beetje bijschenken. Hè? Helemaal goed. Het is al geleden. Dit is een cadeautje. Oh. Pak maar uit. Pak maar uit. En ik ga het afsluit vertellen waarom. Ja, oké. Ik ben benieuwd. En de kaart misschien eerst. Ja, eerst de kaart natuurlijk. Ja, ja. Oké. Okay. Even kijken of mijn voordrachtskills ook verbeterd zijn. Lieve Annette, gefeliciteerd met deze mijlpaal. Wij zijn heel trots en blij om te mogen zien dat je tot volle wasdom bent gekomen. En als prachtige vlinder de wereld invliegt. Een echte metamorfose. We wensen je toe dat de toekomst je vervulling van al je dromen mag brengen. Je hebt laten zien dat je het kan. Wij geloven in jou. Allerliefst, Aster, Maarten en Mediane en Felix. Nou, die steek ik in de zak, hè, liefie? Heel mooi. Ik ben blij dat ik het allemaal zo met jullie kan delen. Nou, mooi is dat, hè? Dat is nog het mooiste, want dat vergeet je nooit meer. Echt, dat is super. En ik ben echt heel erg blij dat ik in deze positie zie. Als ik dan vergelijk met andere gezinnen, gebroken gezinnen, ongelukkige mensen die hun vaders hebben. Of gewoon, dat is gewoon mooi dat je dit gewoon mag delen met iedereen. Ja, dat is ook zo. Dus ik ben heel erg blij dat het kan met jullie. En met Jaap. En dan ben je heel erg dankbaar voor. Op afstand. En met Afrodite en met Eva. Dat komt dat ook goed. Dat is heel erg bijzonder wat wij hebben. Ja? Kom maar. Het is leuk verhalen bij een cadeau. Ik ben blij dat het is een doosje. Dat we dit niet in het restaurant doen. Ja, heel goed. Wat is dit? Dit is een doosje. Annette, dit is een doosje. Had Aster. Ga verder, Aster. La Lolly. De Lolly. Ja, de Lolly. La Lolly. We heten de Lolly. Ja. Oh, dat is een mooie. Zie je het al? Wauw. Wat is dit? Dat is heel mooi. Dit is echt prachtig. Ik krijg de paard. Ja, het is maar even close-up. Even afhouden. Even. Wacht even. Even één laten zien. Handgemaakt. Opnieuw denk ik dat het heel mag ik even hebben? Ja. Kan je het even in beeld brengen? Ja. Even dichtbij. Wat fantastisch. Klassiek, maar mooi. Toch met de frivole. Ja, gemaakt. Ik ga zo even mijn gezicht oplappen. Dit zit er echt niet meer. Wow. De reden waarom we hebben gekozen voor dit sieraad is omdat er een parel in zit. Ja. En tranen. Iedereen weet waar de parel voor staat. En met name staat de parel voor het feit dat het heel erg lang duurt. En voordat die zo mooi is. En dat, ja, dat voordat, ja. Voordat er een sieraad zoals een parel uitkomt. Dus er zit heel veel moeite mooi. Achter. Oh, prachtig. Maar uiteindelijk komt de parel tot wasdom. Tot wasdom. Ja. Uit de oester. Uit de oester. Ja. Het voelt heel fijn. Het voelt heel fijn. Ja, ze zijn heel mooi. Ze zijn heel mooi. Ja, ik vind het voelt heel fijn. Het is mooi. Heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Wauw, Annette. Dus dat je, als je dit sieraad draagt, dat je mag voelen dat je het hebt gehaald. Ja. En dat je het hebt gebracht. Bijzonder. Ja, en dat het mooi, moois is. En dat door alle lijden, maar ook door alle dingen die je hebt meegemaakt, dat je bent geworden en doorgezet hebt. En dat het is het leven, hè? En dat het iets moois is wat je hebt gemaakt. Life is what you make of it, hè? Ja, maar je bent een mooi persoon en dat kan je niet zijn anders dan door alle ervaringen. Ja. En dat zijn niet de meest makkelijke ervaringen soms, maar zijn soms ook makkelijke ervaringen. Het is maar net hoe je het ziet. Ja. Want uiteindelijk ben je mooi. Oh, dat vind ik echt heel lief. Lief. Heel lief. Nou, gewoon gaat ook goed. Wat is er mooi van, man? Mijn oester is die ergens last van heeft. Die zich erg aan irriteert. Er zit dan een zandkorreltje of een verontreiniging zit daar in dat plekje waar die niks mee kan. En waarvan je denkt, oh, ik haat het. Ik heb zo'n pijn. Ik heb het zo geschoten. Ik heb het zo gehad. Dit is niet wat ik wil. En juist doordat dat niet is wat hij wil, begint hij dat in te kapselen. En begint hij daar iets omheen te gooien, parelmoer. En steeds meer parelmoer. En het mooie is, door dat slijten, door dat parelmoer, gaat die binnenkant van je schelp, wordt ook helemaal zacht en mooi glimmend en strak. En door dat irriteren, door dat gevoel dat je denkt, ik ben er niet mee eens, ik ga er wat mee doen. Ja. Dat je iets doet aan het probleem wat je ervaart, ontstaat iets heel erg moois. En ik denk dat dat ook is wat ik je mee wil geven. Want je zegt, ik vind dat zo leuk, die memo schrijven. Nou, dat is top.
Er gaat, ik beloof je, echt wel mensen komen. Dat je denkt, kill me. En er is maar één manier om van dingen af te komen. Dat is om er doorheen door te gaan. Om het dus als het ware in te kapselen. En daar die mooie parel op te maken. Dus voor jou, het is een, wat Asse zegt, het is de mooie wat je hebt bereikt, dat is prachtig. Ja. En er gaan momenten komen dat je het echt eventjes pittig hebt komen. Maar dit zijn mooie... En dan hoop ik ook dat je ook dan denkt aan die parels. Ja. En denk, dat werkt ook bij mij. Dat is heel, heel bizar, maar ik zie dat ook inderdaad. Het is een hele aparte feit. Ik had nu zelfs wel af en toe een keer mee, maar ik dacht van, nou, je kan dus even helemaal niks mee. Maar dat je toch, je weet wat voor je doet, want je uiteindelijke doel vind je, dat is gewoon mooi. Je ziet het om je heen, je voelt het, je wilt het ook. En dan ga je gewoon door die appel heen. En dan zorg je ook nog dat het er een beetje goed uitziet. Ja. Zo is het. En dan zorg je dat dat gewoon helemaal top in orde is. En dan lees je het nog 10 keer over dat je het verstuurt. En dan. Maar juist misschien doordat het soms heftig is. Nee, maar dit is een heel mooi symboliek. Kan juist wel iets moois ontstaan. Nee, maar daarom. Heel mooi, heel symbolisch. Heel mooi symbolisch is. En dat ik hier ook zeker wel, ook met een horloge. Ik moet eerlijk zeggen, als je dus niet wordt, mag je ze ruilen. Maar ik vind het wel echt heel mooi. Ik vind het heel mooi. Gaan we even in de spiegel kijken. Heel Ik vind ze indrukwekkend. Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het een bijzonder sieraad, jongens. Echt heel mooi. En naast de parel zit er nog een spiraal omheen. Hè? Ja. Het is niet toevallig gekozen, dit. Ik vind het net een zonnetje. Ja.